een hele vette pink party flamingo maken. Wat heb je hiervoor nodig? Nou, sowieso pijpdragers, roze karton, een oude kartonnen doos, roze verf, yay, veertjes, een mini boa en heel veel glittertjes. Eerst ga ik de flamingo tekenen op het karton. Je begint met het hoofdje en dan daar een vaste snavel. Dan teken je een hele sierlijke S-vorm en een bol bovenkantje. Deze ga ik gewoon even uitknippen. En alles in het leven heeft twee kanten, een flamingo ook. Dus ik heb twee flamingo's gemaakt. Die ga ik zo meteen op elkaar zetten. Maar nu is het natuurlijk een beetje saai. Flamingo is roze en hij heeft mooie veertjes. En wist je dat je heel makkelijk veertjes kunt knippen van papier? Ik denk dat je zo ongeveer 15 tot 30 veertjes nodig hebt. En dat ziet er dan zo uit. Nou, je plakt ze dakpansgewijs erop. Dat is dus één voor één dat je ze een beetje op elkaar legt. Met af en toe een veertje ertussen. De laatste knip ik een beetje rond aan de bovenkant, zodat hij goed in de nek past. Dan ga ik de nek roze verven en het gezichtje ook. Vergeet de randjes niet mee te nemen. En wat is een flamingo zonder zijn poten? Die ga ik maken met pijprakers en satéprikkers. En die wikkel ik om de satéprikker heen. Lekker draaien en pepernootjes eten. Mm. Uiteindelijk heb je dus dit. En dan maak je met de overgebleven lussen maak je pootjes. Nu ga ik ervoor zorgen dat ik ze aan elkaar kan plakken. En dat doe ik met een roze strook karton. En kijk, ik heb hier met een potloodje een klein lijntje getekend. Zodat ik precies weet waar ik moet gaan inknippen. Want dat is belangrijk. Dat worden namelijk de vouwlijntjes. Goed knippen. Dat doe je twee keer. Zodat je twee van deze ingeknipte strook hebt. Nu komt het belangrijke werkje. Namelijk ervoor zorgen dat je de flamingo's ook op elkaar kunt zetten. En dat doe ik door de strookjes naar buiten te vouwen. En voordat ik hem op de flamingo ga plakken, ga ik eerst eventjes de poten eronder zetten. Dat doe ik met tape. En dat ziet er niet zo heel mooi uit, maar dat maakt niet uit, want dat is toch de binnenkant van de surprise. Dan ga ik nu met dubbelzijdige plakband een strook maken langs het karton. En het cadeautje mag natuurlijk niet ontbreken, dus die doe ik er alvast in. En aan de buitenkant van de cadeautjeskant doe ik allemaal lijmdrupjes. En dan plaats ik de andere kant eroverheen. Kijk, als het goed is, past die. Ja hoor, hij past, gelukkig maar. Nu laat je hem drogen en terwijl de lijm droogt, ga ik alvast verder met het oppimpen van de flamingo. Je pakt een zwarte stift en je tekent de contour van de flamingo. En dat doe je ook bij de andere kant op precies dezelfde manier. Lekker aan de slag met glitters en boa's, jongens. Kijk. Wat is een diva flamingo zonder de boa? Dus die drapeer je eromheen. Oh, kijk dan. Oh, deze is toch eigenlijk gewoon te cute om weg te geven. Mwah. Nou, lieve knutselpiet, deze komt jouw kant op. Ik hoop dat je er blij mee bent.